Vandaag ben ik bij de Hannehoeve in Westerhoven en daar staan de walnoten in de hoofdrol. Ze maken er zelfs deze heerlijke walnotenolie van. En ik maak daar een gerecht van. Een borrelplankje met walnotenpesto, met walnotenmayonaise en heel veel lekkers. Hey Hanne, dag Jan. Hey Danny. Jullie hebben een stukje Frankrijk naar Nederland gehaald. Wat doen jullie hier? Klopt. Ja, wij hebben walnootbomen aangeplant en wij doen daar walnootolie van maken. En hoe is dat zo gekomen? Voorheen was het een melkveebedrijf en is toen gestopt. En mijn vader deed kleinschalig olie maken van walnoten met zo'n klein pieterbarpersje. En wij hebben het grootschaliger aangepakt nu. Wauw, dus het is niet geen noodzaak geweest of zo? Noodzaak met een thee wel, maar niet met een Doe de poort maar eens open. Is dit een nooduitgang? Ja, een nooduitgang. We zijn deze week opnieuw in de Kempen. Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de Vlaas bij Hilvarenbeek. Maar nog bekender is de Campina, dat tussen Bokstel en Oosterwijk ligt. In het natuurgebied zie je Brabant zoals het ooit was. De Kempen reikt zelfs verder dan onze provincie. Het grootste deel van het gebied ligt in België. Danny blijft gewoon binnen de landsgrenzen. Hij leert er alles over walnootolie. Dit is de kraakmachine, Hanne. Ja, klopt. Dit is onze kraakmachine. Wij hebben 2 jaar geleden walnootbomen aangeplant, 120 stuks. Die zijn natuurlijk nog heel jong, die geven nog niet veel noten. We hebben wel een paar oudere bomen hier op het erf staan die wel al behoorlijk wat noten geven. Maar we hebben nog niet genoeg walnoten. Nee, die geven niet genoeg natuurlijk. Om zelf olie te kunnen maken. Dus wij kopen noten aan, hier in de regio, van mensen die gewoon noten over hebben of er niks mee doen. Dan laten wij ze hier drogen. En dan januari, februari is het tijd dat we echt gaan kraken. Dat is dit ding dus. Ja. Zo. Dan gaan de noten hier in deze bak. Ja. Dan neem ze zo mee. Hè? Ja. Zo. Dan zit hier deze gele kraker. Dan kraakt hij ze zo. Ja. Hè? En dan blaast hij de schillen in deze bak weg. Deze dus. Ja, dat zijn die. En de noot gaat verder op het lopend bandje. Okay. Daar naar boven. Dan gaat hij naar de nakraker. Dan zit hier dus een kraker in, die kraakt zo. Dus die wrijft ze eigenlijk uit elkaar, de partjes, de twee helften. Ja. En dan blaast hij de schilletjes, of de schalen die er nog aan zitten, plus de tussenschotjes hier eruit in deze bak. Hier komen de noten uit en dan zijn ze klaar om geroosterd te worden en vervolgens om ze te persen tot walnootolie. Nou kijk eens, ik heb hier de gekraakte noten. En nou? Als de noten gekraakt zijn, dan roosteren we deze in onze grill. Lijkt wel een kippengril. Ja, ja, voorheen werden er kippen in gegrild. En wij hebben er een trommel in laten maken. Daar doen we de nootjes in. Ja. Die trommel die gooit de nootjes langzaam rond. En dan laten we de vliesjes los, zoveel mogelijk vliesjes. En dat is goed, omdat dat invloed heeft op de smaak. Hoezo? Wat proef je dan als die schilletjes eraan blijven zitten? Wordt die dan minder lekker? Ja, die laat dan toch iets van een bittere smaak achter. Ja. Dus wij willen ook alle schalen, tussenschotjes, maar ook de vliesjes zoveel mogelijk eraf hebben. Je wil een pure noot. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een klein nootje. Even kijken, hier ook. Bijvoorbeeld zit nog een stukje vlies aan. Die wil je er allemaal uit hebben. Zoveel mogelijk. En dat gaat hierin? Ja, als de nootjes geroosterd zijn, gaan ze hierin. Ja. Dit is een wormpers. Oh, ja. Kijk maar. Wow. Dus die doet de nootjes hierdoor. Ja. En dan komt door deze gaatjes wordt de olie uitgeperst, die sijpelt hieruit. En de perskoek, de droge stof wat overblijft, die komt hieruit. Wat doe je van die perskoek? Ja, daar zijn we nog op zoek naar een goede invulling daarvan. Maar het is heel eiwitrijk. De olie is eruit, maar het is wel heel eiwitrijk. Ik heb hier ongeveer 400 gram noten. Wat hou je daaraan over? Daar hou je de helft olie van over en de helft perskoek. Ja, ik sta midden in het notenveld. Het waait een klein beetje. Maar hier in Brabant is het altijd tijd voor een borrelplank. En dat is precies waar ik vandaag ga maken. Ik ga een borrelplank maken met crudités. Dat betekent rauwe groentes. En daarbij doe ik een walnotenmayonaise en een walnotenpesto. En natuurlijk ga ik die zelf maken. Ik ga beginnen met de mayonaise. Nou, mayonaise kan je kopen, maar is zelf hartstikke makkelijk te maken. Daarvoor heb je nodig eitjes.
ga ik scheiden. Ze hebben alleen maar de eidooiers nodig. Zo. Gaat er een beetje azijn bij, in dit geval een beetje witte wijnazijn. Kan ook een beetje citroensap zijn als je dat wilt. Beetje mosterd. Zo. Doe er alvast wat zout en peper in. Ga je dit doorroeren. En dan giet je er heel langzaam olie bij. Nou, natuurlijk ga ik die heerlijke walnotenolie van de Hannover erbij doen. Maar dat is wel een beetje delicaat. Hè? Dat is ook best een prijzige olie en vol van smaak. Dus ik ga hem op basis maken van argideolie, van notenolie. Dus eerst goed doorroeren en dan druppelsgewijs een beetje olie erbij. En dan zal je zien dat die eidoorers die olie gaat opslurpen. En dat je een lekkere mayonaise krijgt. Heel anders dan uit het potje. Veel puurder. En dan gaat nou die walnotenolie erbij. Ook druppelsgewijs gaat dit erbij. En hoe meer olie je erbij doet, hoe dikker die wordt. Zo. Nou, om die nootjes nog een beetje kracht te geven. En we zijn natuurlijk bij de walnotenboerderij. Kijk. Heb ik hier nog wat geroosterde walnootjes. En die waren klaar om in de pers te gaan. Die ga ik ragfijn snijden. Nou, dat gaat natuurlijk makkelijk. Want die nootjes zijn al geroosterd. Doe ik er nog een beetje bieslook bij. Nou, dat ziet er natuurlijk vrolijk uit. Geeft een beetje een uige smaak aan de mayonaise. Lekker fijn snijden. Gaat er ook gewoon bij. Kijk, en zo heb je een lekkere gevulde mayonaise. Kijk, er zitten allemaal stukjes in. Die walnoten en die bieslook. Ik heb hem zelf gemaakt, maar hij is wel heel erg lekker. Ik heb hier superleuke schaaltjes. Kijk, tadaa. Ga ik de mayonaise indoen. Kan ik nu de groentes gaan snijden voor de crudités. Daarvoor heb ik nodig bijvoorbeeld een wortel. En wat komkommer. Ik heb radijsjes. Schillen. Eerst snij je hem door. Snij je een platte kant aan de wortel, zodat je hem plat kan zetten op de snijplank. En dan snij je dikke repen. Nou, en van die dikke repen snij je mooie frietjes eigenlijk. Die leggen we dan zo hier neer. Hier liggen er een paar neer. Oh, zo. En hier leg ik er een paar neer. Kleurt al superleuk. Kijk, de komkommer. Eigenlijk idem dito. Plat stukje snijden. Kijk, en van die dikke plakken snij je hem een keer door. En dan hebben we mooie komkommerfrietjes eigenlijk. Zo. Volgende onderdeel van onze crudité. Kijk. Bleekselderij vind ik een vast onderdeel als je een schaal maakt met lekker wat groentes. Lekker fris, knapperig. En die bleekselderij, kijk, die hebben van natuurlijk de loofjes. Nou, die loofjes vind ik altijd leuk om erbij te doen. Maar die bleekselderij moet je wel even schillen. Kijk, als je dat zo weet zit te drammen van die draden aan, nou, dat is niet smakelijk. Dus die schil ik ook gewoon met een dun schiller. Nou, dan haal ik die kontjes er vanaf. Zo. Nou, ook die bleekselderij gaat in mooie frietjes, in batons eigenlijk, hè. Deze er gewoon lekker tussen. Kijk, en ook deze mogen hier op het schaaltje. Nou, het laatste onderdeel van mijn crudité-plank. Ik heb radijsjes. Hele mooie. Nou, je hebt witte en je hebt rode. Ik heb hier de rode. En die snij ik eigenlijk net van het loof af en dan het kontje eraf. Ja, en nu hoef je niet veel aan te doen. Even kijken of ze schoon zijn. Eventueel halveren. Hoeft niet per se. En die gaan er zo bij op die plank. Nou, mijn eerste bocht is klaar. Mijn crudité met een walnootmayonaise. Ja, Jan, dit is de walnotenboom. Hangt nog niet veel aan, hè? Nee. Deze tijd van het jaar is er staat nog geen blad aan de bomen. Die beginnen nou beginnen ze uit te lopen. En dadelijk tegen begin mei dan komen ze volop in blad. Oh, maar er komen al wat knopjes in. Ja, ze beginnen al wakker te worden, hè, die knopjes. En deze die gaan dadelijk uitlopen totdat ze 10, 15 centimeter lang worden. En daar komen dan de vruchtjes aan voor de komende oogst van de walnoten. Maar een walnoot die bloeit niet met een bloemetje. Het is een windbestuiver, dus hij heeft geen insecten nodig om te bloeien. Oh, dat is fijn. Of voor zijn vruchting, dus echt puur met de wind.
bent. Tegen mei beginnen die uit te lopen en dat is ook meteen een gevaarlijke periode voor walnoten. Als je late nachtvorst in mei hebt, dat kan funest zijn voor de oogst van dat jaar. Dan kan je eigenlijk in één nacht kan je heel je oogst verliezen. Die noot die groeit als het ware in een bolster. De vrucht ontstaat en daar in die vrucht ontstaat de noot. Die begint zijn eigen ook af te tekenen en er komt op een gegeven moment ook een hard schilletje omheen. En dan uiteindelijk wordt die bolster zo los dat er die afvalt. En als die noot rijp is, dan springt die bolster open en valt die noot die valt eruit. Oh ja, maar ja, dan is hij op een gegeven moment vergroeid, dan valt hij eraf. Dus dan liggen al die dingen op de grond en dan moet je ze met de hand oprapen. Ja, nu doen we dat nog met de hand. Maar ja, als onze productie dadelijk groter is, dan moeten we daar wel iets op gaan verzinnen om dat mechanisch te rapen. Maar die techniek die is allemaal voorhanden. Dat is geen probleem. Nou, ik heb nog een ander bord over en daar gaan blokjes kaas in. Nou, dat kan iedereen wel. Met brood en een zelfgemaakte walnotenpesto met rucola. Kaas snijden. Dat is niet zo moeilijk. Gewoon de korsten eraf. Ik heb een wat oudere kaas gekozen. Dat is lekker. Lekkere blokjes kaas. Dan heb ik aan de andere kant heb ik plek voor broodjes. Eventueel halveren, hè, want het is geen picknick, het is een borrelplank. Dan is het nu tijd voor onze walnotenpesto. En normaal maak je pesto met pijnboompitjes en basilicum. Maar de basilicum die laat ik links liggen, want vandaag ga ik het doen met rucola. Nou, waarom gebruik ik rucola? Rucola is al nootachtig van zichzelf. En de noot heeft vandaag de hoofdrol in onze keuken. Dus die rucola die mag lekker in het bakje van een staafmixer. En ja, je kan het vijzelen, maar ik sta hier op een weiland. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Ik doe er een citroentje bij. Zo. Lekker uitknijpen. Knoflookteentje erbij, is ook naar smaak, hè. Huppakee. Zo, en dan gaat het vliesje er gewoon vanaf. Nou, een paar keer doorsnijden, de rest gebeurt in het bakje van de staafmixer. Dan gaan daarbij natuurlijk de walnoten. Nou, dan gaat er olie bij. En natuurlijk de walnotenolie van Hanne en Jan. Nou, je kan natuurlijk walnotenolie uit de winkel halen. Dat is helemaal prima. Hè, want dan eet je al notenolie. Maar deze olie is puur. En in de winkel is die vaak een beetje aangelengd met een andere olie. Niks mis mee, maar deze is echt... zout en peper. En dan gaan we mixen. En als we dan nog iets erbij willen doen, dan kan het altijd nog. Kijk, en dan is hij klaar. Kijk. Het ziet er al helemaal goed uit. Maar ik moet hem natuurlijk wel even proeven. Oh. Kijk, en dan is dat klaar. En wat ik altijd nog leuk vind, is er nog een heel klein beetje olie over die pesto. Die ziet er altijd heel chic uit. En dan doe ik er nog wat van die kleine soepstengeltjes bij. Kan je lekker mee dippen. En natuurlijk, als het borreltijd is, heb je ook borrelnootjes nodig. Nou, noten hebben we hier genoeg. Huppakee, die gaan er gewoon bij. En dan is het klaar, hè? Daar komen we bij, Jan en Han. Oh, en ze hebben alle kinderen meegenomen. Jan, wat heb je allemaal meegenomen? Ja, wij hebben frambozenlikeur meegenomen. Ik heb gemaakt een borrelplank, bij de borrel natuurlijk, met van jullie walnoten en walnotenolie. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik ben benieuwd wat jullie kinderen ervan vinden. Nou, ik ben ook veel benieuwd naar natuurlijk. Dus ga lekker proeven. Dan gaan we proeven. Dan proef ik even deze. Beetje dip, lekker. Hè, met de mayonaise, lekker. Hè? Ja, dat is lekker. Dat is lekker, jongens. Ja. Dit was Lekker van Streek. Tot volgende week. Houdoe! Houdoe! Houdoe!